gaan het doen. We gaan het doen. Aflevering 23 van seizoen 2. Oh my god. Ja, we zitten eindelijk weer tegenover elkaar. Ja! Samenwerken. Ja. Ja, welkom bij de Raadspensionaars. Ja, welkom. Ja, ik vind het een bijzondere setting vandaag. Het is een heel fijne setting wel. Ja, ja. Het is een beetje een soort van interrogation. Interrogation room, ja. Ja, maar dat maakt niet uit. Nou, dat is ook wel weer even charmes. Ja, toch? Zo op de achtergrond zo een paar rustieke huisjes van Dordt. En die flut lelijke brug erachter. Ja, lelijke Zwaanse brug, maar dat maakt niet uit. Ja, welkom bij de Raadspensionaars, de geschiedenispodcast voor... Geschiedenisnerds. Geschiedenisnerds. Nee, geschiedenis en nerds. En alles wat ertussen valt. Okay. Je kan ons volgen ook op Twitter of Instagram. En dan kun je ook ons berichtjes achterlaten voor ons. Dat kan, hoeft niet, hè? Hoeft niet. Je kan ons mailen, raadspensionaars@gmail.com. Als je weer als je iets wil toevoegen aan de show. Aan de show. Ja. Alright. Dus ja, veel te bespreken denk ik vandaag. Ja, ik denk het ook. We hebben sowieso wat luisterpost. Oh, ik ben benieuwd. Ja, we hadden natuurlijk vorige keer over Spotify en Netflix en alles. Dat niet alles op Netflix staat en dat gescheiden wordt en zo. En er schijnt dus ook inderdaad een luisteraar die zei, er zijn inderdaad dus... Ik zeg heel vaak inderdaad nu. Maar er zijn inderdaad... er zijn heel veel artiesten die niet... op Spotify staan, maar wel op andere dingen. Ja. Zo zou ook de Beatles pas vorig jaar beschikbaar zijn gekomen op Spotify. Dat vind ik wel heel bijzonder. Toevallig had ik van de week nog een liedje opgezocht van de Beatles. Here comes the sun. Nee, ik had... was het nou ook weer? Ik weet het niet meer. Dat was een andere in ieder geval. Ik weet het anyway, niet. Dat stond er gewoon op. De, ja. Yesterday was het. Oh, was het gisteren? Nee. Je hebt gisteren gebracht. Nee, maar vorig jaar is het natuurlijk ook eergisteren. Dus, maar goed, het schijnt dus dat ook voor Spotify geldt. Maar goed, ik vind wel dat Spotify een vrij compleet aanbod heeft. Ja, een groot aanbod in ieder geval. Dus, maar goed, ik vind dat van Netflix wel best wel beperkt. Ja, ja. Maar dat heeft natuurlijk ook weer met een soort van licentieachtige iets te maken. Ja, zeker, zeker. Dus ja. We shall see hoe dit ontwikkelt natuurlijk. Ik hoop dat Spotify wel zo blijft. Maar nou worden we meer een tech-podcast. Ja, dat zijn we niet. Nee. We kregen ook nog de opmerking, hè, we hadden vorige keer over Turkije die de grens openzette naar Europa. Toen, ja, één luisteraar die vraagt zich hardop af van, ja, is het dan niet gewoon een soort van mensenhandel? Hè? We willen geld in ruil, dat we de mensen binnenhouden. Het is een beetje omgekeerde handel eigenlijk. Ja, het is niet... Het is... Ja, ik kan het niet zo noemen, denk ik. Nee, ik kan het geen mensenhandel noemen, maar er gaat wel op een bijzondere manier wordt er wel omgegaan met mensenlevens. Ja. Dat ben ik persoonlijk, hè? Dat is niet een feit of zo, dat is mijn mening. Ja. Ja, het is moeilijk. Ja, moeilijke. Ik durf niet echt een uitspraak over te doen, omdat ik gewoon niet... ik vind het ook wel... Ja, het is geen mensenhandel, want je koopt... Het is omgekeerde mensenhandel als je het dan al zo zou willen benoemen, maar het is... Wat jij ook zegt natuurlijk, hè? Het is bijzonder dat je... Op die manier zet die mensen in eigenlijk om een doel te bereiken. Ja, dat is bizar. Ja. Ja, maar goed. Hey, deze week is eigenlijk best wel een bijzondere week. Zeker. Want we gaan het hebben zometeen in het hoofditem over de raadspensionarissen. Want we heten raadspensionarissen, maar wat houdt dat eigenlijk in? Ja. Ja, waarschijnlijk als je de podcast luistert, dat je al wel een idee hebt wat we de raadspensionarissen zijn. Maar goed. Dus nog één dingetje die we even willen benoemen. Het is natuurlijk coronavirus. Ja, het is natuurlijk inderdaad coronavirus everywhere. Het maakt niet uit waar je kijkt. Ook op het werk, hè, ontvind ik relatief veel voorzorgsmaatregelen, zeg maar. Ik word elke dag, elk moment van de dag mee geconfronteerd op dit moment. Hè. De leerlingen die vinden het heel erg spannend. Die zijn er echt van onder de indruk. Collega's die ziek zijn, die ook echt ziek... Ja, dat mensen zich echt zorgen om maken. Maar ook vanuit de organisatie, hè, wordt er gezegd van... Als je uit Brabant komt en je voel je niet lekker, blijf thuis in vredesnaam. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Eigenlijk is dit... Kijk, we zien natuurlijk nu van... Je moet 20 seconden je handen wassen. Je moet in je elleboog niezen. Je moet whatever. En dan denk ik, ja, dit zijn toch gewoon dingen die je eigenlijk normaal altijd al doet. Klopt, maar ik denk dat het meer van mensen nog even bewust maakt van het feit van... Let daar nog even op. Maar ja, je kan niet zeggen van jongens, letten jullie daar nog even? Je moet wel echt gewoon duidelijk maken, dit is hoe het hoort. Ja. Hou je daar dan aan voor om jezelf te beschermen, zeg maar. En niet alleen jezelf, maar ook je omgeving. Ja, precies. Maar dat is hetzelfde als met het ziek zijn, hè. Eigenlijk, als je natuurlijk een griep hebt, dan moet je al niet naar je werk gaan. Nee, maar dat is sowieso wel zo. Ja. Maar toch doen mensen dat. Vaak wel. Vaak ook docenten. Ja.
Omdat ze de klas niet alleen willen laten. Ja, eigenlijk misschien wel natuurlijk wel meer bevolkingsgroepen. Ja. Ik kan me voorstellen in de zorg dat je ook mensen aan een lot wil laten. Als je dan toch nog een soort van oké voelt, dat je denkt, nou ga ik toch maar werken. Terwijl je eigenlijk dan anderen besmet. Terwijl je dan eigenlijk gewoon lekker thuis moet blijven. Precies. Hey, maar goed, maar, waarom we dit zeggen is natuurlijk omdat 12 maart 2003, dus we gaan even kort terug in de tijd, was er natuurlijk een andere besmettelijke longziekte. Ja. Die heeft, dat is eigenlijk een broertje van de corona. Is ook een coronavirus, dacht ik. Dat is de Wereldgezondheidsorganisatie sloeg toen een alarm. Wegens deze besmettelijke ziekte, hè, SARS, je hoort nog steeds mensen zeggen, ja, SARS. Nou, dat valt nu helemaal weg, want dat wordt nu helemaal corona. Ja. Corona. Nou, een maand later, dus dat is dan in april 2003, zijn er 2781 gevallen gemeld, waarvan 111 patiënten overleden zijn. Nou, de corona is dat al verder overheen, hè? Laten we het daar wel even over hebben. Alleen ik begreep wel dat, dat was vorige week ergens, hoorde ik dat er 5300 mensen wereldwijd waren besmet. Maar goed, dan nog wil ik het nuanceren, want ik bedoel, er zijn 7,5 miljard mensen op de aarde. Ja, maar even in perspectief te brengen. SARS hier, 111. En in Italië alleen al zijn er al meer dan 100 overleden. Ja. In één dag. Ja, dus het is wel een heftigere versie. Ja, dat was gisteren geloof ik. In één dag 100 mensen overleden. Iedereen heeft wel aluminium hoedjes op. Ik heb ergens gelezen natuurlijk op Loesje's site dat het misschien wel in een laboratorium is gemaakt. De ziekte? Corona. Dat het geëngineerd is door de wetenschappers. Door de aliens. Dat is gewoon geboortebeperking, mensen. Ik weet niet of het door aliens is, maar... Ik weet het niet of het zo is natuurlijk. Maar goed, het kan. Ik weet het niet. Ja. Dus dat. Bijzonder. Maar ja, goed, die wilden we nog even noemen, hè, want het is natuurlijk niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Nee. Waarschijnlijk ook niet de laatste keer. Nee, zijn we allemaal doodgaan dan natuurlijk wel. Ik denk dat we met vrij grote zekerheid kunnen vaststellen dat het niet de laatste keer is. Nee. Ja, van SARS en corona gaan we eigenlijk naar de raadspensionarissen. Ja. Want wij heten zo, inderdaad. Maar waarom heten wij zo? Inderdaad. Ja, waarom wij zo heten? Waarom heten wij eigenlijk zo? Ja, omdat wij gewoon lijken op Johan Cornelis de Wit. Nou, behoorlijk. Oké, weet ik ook niet. Het is gewoon een leuke naam. En we zijn natuurlijk fan van de raadspensionarissen. En eigenlijk... Ja, ik ben niet tegen het Koningshuis of zo, maar... Nee, tuurlijk niet. Ik ook niet. We zijn wel een beetje republikeins misschien. Ja, we zijn... Nou ja, dat klinkt heel vies. Ja, klinkt vies, hè? Oei, politieke voorkeur. Nee. Ja. Ik ben wel wat meer staatsgezind dan dat ik prinsgezind ben. Ja, daar ben ik ook. Toch alvast daarover hebben. Ja. Hè, want als we kijken naar de republiek van toen... dat is zo'n heel vaag om... de Nederlandse Republiek. Ja, nadat we natuurlijk de Habsburgers hebben verslagen. Althans, verslagen, tussen haakjes. Tussen haakjes verslagen. Dat het vredesverdrag is. De Habsburgers moesten het opgeven wegens geldtekort. Correct. Vanwege andere oorlogen tegen bijvoorbeeld de Ottomanen. Ja. Ja, die kwamen heel erg op ook in tegen Oostenrijk aan. Hè? Die waren echt heel ver opgetrokken. En daar kwamen we wel, die Habsburgers wel echt heel erg moeilijk mee. Maar dat is even, we moeten draaien er een beetje omheen. Ja. We moeten naar onze grote vrienden. De Johan en Cornelis de Wit gaan we eigenlijk heen. Want die bedoelen we eigenlijk als we vaak de raadspensionarissen zijn. Natuurlijk zijn er veel meer raadspensionarissen. Moeten we wel even, Cornelis was geen raadspensionaris. Dus true. Maar hij was een beetje een aanhangsel. Dus een beetje aanhangsel van zijn broer was het. Maar hij was ook wel belangrijk. Maar... Oké. I stand corrected. Maar zoals jullie misschien wel weten, was de Republiek natuurlijk een losse samenhang van gewesten. Eigenlijk de provincies die we nu kennen, min of meer, die werkten samen. De zeven gewesten van Nederland, daarom heet ook de zeven provincies. De zeven verenigde Nederland. Oh my god. Oh, we zijn echt middelig. Ja, we zijn een beetje mee. We hebben elkaar een beetje gemist. Ja. Maar goed, die gewesten die hebben allemaal een vergadering. Een generaal staten. Een statenvergadering, om het zo maar te noemen. En die worden gekozen door burgers met geld. Hè, rijke burgers met geld die mochten stemmen. En die kozen allemaal afgevaardigden voor in de provinciale staten.
En die stuurde allemaal, de provinciale staten stuurde allemaal een afvaardiging naar de Staten-Generaal. Dus eigenlijk hoe het nu gaat met provinciale statenverkiezingen en de Eerste Kamer. Zo gebeurde dat in die tijd met de gewesten. Even, het is wel natuurlijk heel grof door de bocht. Maar goed, je begrijpt het idee. En Dordrecht was in dat, op dat moment de belangrijkste stad van Nederland. Komt die weer met z'n... Wil ik nog even zeggen. En de degene die vanuit Dordt werd verkozen naar de Staten, die was eigenlijk, dat was de belangrijkste man van de Republiek. En dat werd vaak dus de raadspensionaris. En de raadspensionaris moet je zien als een soort minister-president met minister van Financiën, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken. Dus aan de ene kant had je dus die raadspensionaris die eigenlijk zoveel mogelijk de politieke zaken regelde. Aan de andere kant stond daar de prins van Oranje. Ja. En in eerste instantie natuurlijk Willem van Oranje. Toen hij overleed, werd er in Friesland uit mijn hoofd, werd er, van de Oranjes die we nu kennen, werd dat gezin werd aangehangen. Nee, hij had wel, eerst had hij twee zoons natuurlijk. Ja, oh ja, natuurlijk. Ja, Willem de tweede en de derde. En nadat de derde dus overlijdt, de klootzak, hè. Ja. Dan daarna gaan ze inderdaad naar Friesland gaan ze shoppen, inderdaad. Want dan zijn... ik dacht dat ze sowieso al een andere hebben. Nee, want de derde was echt de afstammeling van Matthijs, die komt je echt halen als hij dit hoort, hè. Maar hij had afstammelingetje maar nadat hij gaat kinderloos, gaat hij dood. Ja, ja. Omdat hij natuurlijk, de molenkoning, hij gaat naar Engeland en daar... hij krijgt geen kinderen en dat gerucht is dan ook dat hij waarschijnlijk homoseksueel was en dat hij... Ja, hij had geen kinderen. Vandaar dat hij de raadspensionaris genaaid heeft. Ja, precies. Daarom zei ik ook al. Van hij, hij heeft natuurlijk Johan. En, althans, dat is wel heel erg het vermoeden. En waarschijnlijk kunnen we daar ook wel met enige zekerheid toe zeggen. Zonder bronnen nu hier, dus niet boos worden. We gaan het volgende week doen. Volgende week het moordcomplot gaan. Oh, de moordcomplot. Nee, dan krijgen we ruzie met de orangisten. Het zijn gewoon feiten die ik... Feiten? Item. Ja, daar zag ik helemaal niks van. Jawel. Maar goed, ik weet al, je hebt gelijk natuurlijk. Het was zo volgens mij dat... we gaan het zo uitleggen. Komt helemaal goed. Let gewoon op. Dus aan de ene kant heb je de raadspensionaris en anders heb je aan de andere kant heb je de prins van Oranje. En die is de legerleider eigenlijk. Ja, de stadhouder is hij, hè? Ja, de stadhouder noemen we dat inderdaad. En hij is eigenlijk de oppergeneraal der strijdkrachten. Daar moet ik wel even wat bij zeggen, want elk gewest had zijn eigen stadhouder. Maar omdat ze toch een soort van, monarchie tintje erdoor kregen, verkoos elk gewest dus de afstammeling van de Oranjes tot de stadhouder. Dus waardoor hij dus eigenlijk heel erg veel macht kreeg. Ja, en dat is waar het dus wringt tussen, tussen de raadspensionaris of tussen de staatsgezinnen en de prinsgezinnen. Ja, ja, want de staatsgezinnen zijn heel erg... tegen een monarch, wat ook wel een beetje des Hollands is op dat moment. Ja. En de prinsgezinden zijn juist voor. Ja. En zo komen we dus bij uiteindelijk Willem de Tweede, die overlijdt. Nee, ik ga iets verder terug nog. Ga terug. Als eerste... Donnie zei het al, orangisten zijn niet echt gebrand op dit stukje geschiedenis. En dat blijkt ook wel, tot nu is dat nog steeds zo eigenlijk. Er staat een standbeeld van Johan Cornelis de Witt in Dordrecht. En in 1897 werd de regentes Emma gevraagd om beschermvrouw te worden. Of Wilhelmina, werd gevraagd om beschermvrouw te worden van dat standbeeld. En een donatie te doen om het te financieren. Want het is een soort burgerlijk gefinancierd project. Dus dat is ook wel een teken natuurlijk. Dat het niet vanuit de overheid komt. Ja. Nou, Wilhelmina die wilde dat niet, beschermvrouw worden. Ze deed wel een gift van 100 gulden. Nou denk je, dat is in die tijd misschien veel. Maar dit moet je afzetten tegenover de 2500 gulden die het Dordtse Museum schonk. En de 16.000 gulden van de familie Stoop. Zo. Dus dan zie je dat dat eigenlijk best wel een soort lullig bedragje is. Ja. En ik geloof zelfs dat bij de onthulling van het standbeeld dat er geen Oranje aanwezig was. Dus die frictie duurt eigenlijk nog altijd voort. Dat is wel bijzonder. Ja, is dat echt zo, denk je? Ja, ik denk wel dat daar een kern van waarheid in zit. Ook recentelijk is er een standbeeld van Willem van Oranje in Dordt onthuld. Nou, wat natuurlijk tegenovergesteld is. En dat ging ook niet echt zonder slag of stoot, om het zomaar te zeggen.
Snap ik. Maar dan vanuit de staatsgezin, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Dan is het dan nog een soort van trots. Zo van, ja. Hé, wacht even. Wij zijn de stad van... Van de... De witte. Ja. Die blijven hier weg met je vuile orangistische... Ja, dat is toch wel bijzonder, toch? Ja, zeker bijzonder. Ja. Maar ook wel mooi, vind ik. Dat na zoveel jaren nog steeds wel Dordrecht zich hard maakt voor Johan de Wit. Toch 400 jaar later. Ja, bijna. Prachtig. Hey, Johan de Wit zelf wordt in 1625 geboren in Dordt natuurlijk. Zijn vader is burgemeester van Dordt. En hij valt onder, ja, hij groeit op in een regent, oftewel een bestuurdersfamilie. Een regent is een beetje, ja, je had niet echt adel in Nederland, maar laten we het adel noemen. Ja, het is niet adel, maar het is eigenlijk, je kan jezelf opwerken tot dat, zeg ja. maar. Ondanks ja. dat waarschijnlijk de familie van hem al rijk was en hij dus in hele goede omstandigheden kon opgroeien. Precies. Voor die tijd dan in ieder geval. Sorry, zeker. Dankjewel voor deze waardevolle aanvulling. Scherp, jongen, of niet? Zeker. Inderdaad. Wat hij meemaakt is dat zijn vader eigenlijk wordt samen met andere regenten worden vastgezet in slot Loevestein door de stadhouder in die tijd Willem II. Omdat na de vrede van Münster, dus het einde van de 80-jarige oorlog, willen die regenten het landleger kleiner maken of willen ze op bezuinigen. En dat wil Willem II niet, want die is eigenlijk bang dat hij zijn macht verliest. Ja. Dus die Willem II die zet die regenten vast in Loevestein. En ja, dat bewees voor de familie De Wit dus ook dat eigenlijk een stadhouder geen plek heeft in een republiek. Dus de term gedenk Loevestein zou dan ook een lijfspreuk blijven. Ja. Dat zorgt dus ook voor dat Johan de Wit op het moment dat hij raadspensionaris is van de republiek, dat hij op verschillende manieren probeert om eigenlijk Willem III, wat was dan weer de zoon van Willem II natuurlijk, dat hij hem buitenspel wilde zetten. En dat heeft hij onder andere gedaan door de akte van seclusie en het eeuwige edict. En in die twee actes, /wettenachtig, ja, je moet het zien als een wet, staat eigenlijk in dat Holland en later ook andere gewesten eigenlijk nooit Willem III als stadhouder zouden benoemen. Dus op die manier probeert hij echt die stadhouderpositie uit te schakelen. Het grappige is dat in die periode eigenlijk dat Johan de Wit raadspensionaris is, dat er twee oorlogen gevoerd zijn met Engeland. In totaal hebben we vier oorlogen gevoerd. De eerste oorlog was er min of meer om bezittingen van de Spanjaarden, om die te verdelen, zeg maar. De Nederlandse vloot, nou ja, je weet zelf wel hoe die groot is geworden, hè, door de verschillende uitvindingen die we hebben gedaan. Onder andere door de zaagmolen, hè, de windmolen die planken kon zagen. En uiteindelijk zie je dat onze vloot, de Nederlandse vloot van de Republiek, dat die uitgroeit tot de handelsvloot van fucking everywhere. Ja, met dus Engeland op onze hielen wel, hè? Laten we wel eerlijk zijn. Ja, dat klopt. Maar ja, op onze hielen, maar wel de achter, zeg maar. Ja, dus we zijn wel eventjes de beste geweest. We zijn de beste geweest. Eventjes een piepklein landje heeft overal ellende veroorzaakt, zeg maar. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat wel, maar ja. Goed, ja, voor zo'n klein land. Kijk, als je kijkt naar de verhouding landen, dan is de Republiek natuurlijk maar een klein pislandje. Ja, het is wel heel knap dat ze zo'n organisatie hebben kunnen opzetten. Ja. Dat is iets waar we trots op zijn. Heeft ook mee te maken natuurlijk met het feit dat we de Schelde blokkeerden, waardoor Antwerpen niet meer gebruikt kon worden als zeehaven en alle handelscontacten naar Amsterdam kwamen. Correct, ja. Daardoor konden wij al dat geld opstrijken. Ja, stapel, rechten, ja. Toch alles. Ja, precies. Nou, eigenlijk dat die oorlog tussen de Eerste Engelse Zee en Nederlandse Zeeoorlog, die verloopt voor beide partijen niet zo goed. Maar er wordt uiteindelijk een vrede gesloten in 1654, de vrede van Westminster. Maar ondertussen zie je ook dat in Engeland er een burgeroorlog is. Hè? Je hebt Karel de Eerste van Engeland, van huis Stuart. Die wordt die wordt afgezet door Cromwell. Ja, Cromwell inderdaad. Ja. Die onthoofd hem, toch? En die onthoofd hem inderdaad. Ja, dat was eigenlijk daarvoor nog nooit gebeurd, hè? Nee. Dat de koning onthoofd werd. En was ook volgens mij was men daar ook niet helemaal blij mee. Nee. Van zover ik me kan herinneren, hoor. Nee. Een koning onthoofd, dus is toch best wel een ding. Kijk, als je gaat van het droit d'avant, in die tijd is ook Lodewijk de 14e koning van Frankrijk. Niet. Nee, nog niet. Zo goed als. Bijna. Nee, dat is echt begin 17e eeuw. Ja.
Althans, 1700. Niet 1700. Dan is het de andere Lodewijk. Het is in ieder geval een fucking Lodewijk die daar weer op de troon zit. Maar het Roi de Vin, dat is echt het goddelijke macht, zeg maar, die gegeven wordt van God aan de koning om te heersen. En in Engeland is de Republiek natuurlijk die, die Philips de Tweede afzet als zijn koning. En dan later dat in Engeland natuurlijk een koning zelfs onthoofd wordt, dat is natuurlijk wel bijzonder. En die Cromwell, die is dus de nieuwe koningachtig leider van Engeland. Yeah. En je ziet eigenlijk dat de prinsen van Oranje en de House Stuart, dat die met elkaar goed kunnen, die kunnen het goed vinden met elkaar. En eigenlijk wil Cromwell alleen maar vrede sluiten op het moment dat ze die eerder genoemde acte van seclusie, dat ze die laten opnemen in dat vredesverdrag, zodat ook Cromwell het idee had dat er in ieder geval nooit meer een koning aan de macht zou komen. Dus ook niet in Nederland. Ja. Maar hij was natuurlijk ook bang dat die Nederlandse koning, prins, gezinde gast naar Engeland zou komen. Wat later natuurlijk eigenlijk ook wel gebeurt. Alleen Cromwell, die overleed eigenlijk vrij snel in 1660. En Karel II, de zoon van Karel I, hoe kan het ook anders, die komt op de troon in Engeland. Even nog wel eventjes een korte... het was geen Lodewijk die op de troon zat, maar volgens mij heb jij het over Hendrik de Vierde. Is dat zo? Ja, er was nog die koning dat het heeft te maken ook nog met dat hele gebeuren, katholiek versus protestant. Tuurlijk, ja, je hebt gelijk. Tuurlijk heb ik gelijk. In ieder geval, die Johan de Witt, die komt dus aan de macht, hè, en die heeft dus die vrede gesloten en die zorgt ervoor die met enorme financiële bijdragers in de Nederlandse marine, om het zo maar te zeggen. Dus de schepen, die worden allemaal geüpgraded en er worden allemaal nieuwe tactieken verzonnen en over afgekeken van de Engelsen. En onder admiraal de Ruiter, hè, Michiel de Ruiter, die won eigenlijk zo'n beetje alle zeeslagen die er te winnen waren en die belangrijk waren. En dat was eigenlijk ook het idee van Johan de Witt. Hij wilde die marine wilde die sterk houden, want hij zag eigenlijk in dat hij de handelsvloot moest beschermen. Want dat is eigenlijk de levensader van de Republiek. Ja. Nog even een kleine aantekening. Ik had het mis. Heb jij het mis? Ja. Had ik het goed? Ja, dat was wel goed. Maar ik ben ook wel zo stoer dat ik mezelf dat in ton toegeef. Ja, dat vind ik ook tof van je. Ja, dankjewel. En Nederland, de Republiek. En Johan de Witt, die hield eigenlijk Frankrijk als zijn bondgenoot tegen Engeland. Hè? Want de tegenstelling Engeland-Frankrijk is nog steeds zo eigenlijk. Misschien wat minder als eerst, maar je ziet in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog ook eigenlijk die tegenstelling nog terugkomen. En daarom dacht Johan de Witt ook, en mede op het zicht van die prinsgezin, dat hij wilde die de landleger eigenlijk een beetje... Nog een kanttekening. Was heel dom van mij, want dat weten we heel duidelijk. Dat Lodewijk de XIV, die sloopt natuurlijk de Republiek. Dus dat had ik moeten weten. Waarom zei ik dat ook? Maar ik weet het, maar ik ben ik raak van stuk van jou. Ja, dus. Dat weet ik, man. Het spijt me. Oké. Het spijt me. Kan ik me vergeven? Ja, vooruit. Oké, mag je weer door. Hey, tijdens de Tweede Nederlands-Engelse Zeeoorlog, daar gaan we even heen. Dan zien we, die wordt uiteindelijk met de tocht naar Chatham, wordt die in het voordeel van de Republiek besloten. Hè? Michiel de Ruiter, die vaart met een vloot, vaart hij door Chatham en daar vernietigt hij bekant de hele Britse vloot en hij neemt geloof ik het vlaggenschip van de Britten neemt hij mee terug. Ja, dat deed hij ook. Die haalde die uit de Thames, hè? Die nam die helemaal mee. Ja. Wie de Ruiter bedoel je toch? Hij was er zelf niet bij, hè? Hij was ziek. Ja, precies. Dat is een goede kanttekening, want er wordt gezegd dat hij er natuurlijk was, maar hij was er niet. Hij was ziek. Ze zeggen wel eens dat hij eigenlijk niet zag zitten, die tocht, en dat hij daarom zogenaamd ziek was. Ik weet natuurlijk niet hoe dat zit. Geen gezichtsverlies kon verleiden, precies. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik weet niet of dat echt waar is, maar... Maar hij strijkt wel weer de eer. Hij strijkt in ieder geval de eer. En in 1667 is die tocht van Chatham, en dan naderen we eigenlijk het rampjaar van 1672, hè? Ja, dat is het kanteljaar voor de Republiek, en zijn we nooit meer te boven gekomen eigenlijk. Nee. Het zit een beetje in de politiek van Johan de Witt, die eigenlijk Engeland of Frankrijk inruilt voor Engeland als bondgenoot. Want dan denk ik, als ik Engeland als bondgenoot neem, dan is mijn handelsvloot is dan veilig.
En Frankrijk die neemt dat niet echt licht op. Maar Jon de Wit rekent er eigenlijk op dat die tegenoverstelling van Engeland en Frankrijk, ja, dat hem dat veilig stelt. Hè? Dat ze niet samen zullen zweren tegen hem. Maar hij misrekent zich daar enorm op. Want in 1672 gebeurt het dus dat Engeland de Republiek inruilt voor Frankrijk. En Engeland en Frankrijk opeens geallieerd zijn en het opnemen samen met een aantal bisdommen uit Duitsland. Duitsland is een soort kleine, zijn allemaal kleine staatjes. En ze vallen de Republiek aan over land en over zee. Nou, op zee zie je gelukkig dat natuurlijk Michiel de Ruiter er is. Dus die verslaat daar de Engelse en de Franse vloot. Maar de Franse landlegers en van de bisdommen, ja, die vallen gewoon Nederland binnen. En eigenlijk is het volk, die is helemaal, ja, ze noemen het in mooie termen, noemen ze het, het volk was redeloos, de regering was radeloos en het land was reddeloos. Ja, want we hadden eigenlijk helemaal niet geïnvesteerd in een landleger. Nee. Ondanks dat er wel voortekenen waren van de Engelse en de Franse aanval. Maar Jon de Wit liet zich eigenlijk misleiden door de mooie praatjes van de ambassadeurs van die landen. Ja. Waardoor hij dus niet op tijd geld heeft geïnvesteerd. Ja, hij, op een gegeven moment deed hij het wel, maar toen was het eigenlijk al te laat. Ja. Dus, ja, dat is best wel een slechte move, hè? Ja. Het gevolg daarvan is dat eigenlijk het volk, net zoals met Willem van Oranje, terugkeken naar de prinsen. Hè? De prinsen van Oranje en in dit geval Willem III, die ondertussen al volwassen was geworden. Ja, die moet dan het land eigenlijk redden ten aanzien van deze verschrikking genaamd Jon de Wit. Hè? Dus je ziet dat het politiek spectrum keert dan helemaal tegen, ja, de staatsgezin in dit geval. Dat zie je vaak ook, hè? Ja. Dit gebeurt wel vaker. Ja, precies. En je zal ook later zou je weer zien dat het eigenlijk weer andersom gebeurd heeft bij uit mijn hoofd Willem de Vierde of Willem de Vijfde. Dat de staatsgezinde tegen hem keren omdat het slecht gaat met Nederland. En dan gaan ze. Dat hij vlucht, bedoel je? Nou, ja. Ja, en dan vlucht hij, moet hij naar Engeland vluchten. Dus, maar goed, dat is dus het rampjaar die dan eigenlijk voltrekt. En dat betekent indirect ook misschien wel direct het einde van Johan Cornelis de Wit. Ze krijgen de schuld, hè. Ook door allerlei pamfletten die natuurlijk feitelijk kon hij er misschien minder aan doen. Maar hij kreeg wel gewoon de schuld. En Cornelis de Wit wordt uiteindelijk vastgehouden. Omdat hij zou zogenaamd een moordplan hebben beraamd tegen Willem III. Maar daar gaan we volgende week over wennen. Ja, hij werd gezien als een leidend figuur ook van de staatsgezinde. Dus hij was ook echt een van die vijanden eigenlijk. Hè? Van de Orangisten dan. Klopt. Het zit er ook nog in dat Jon de Wit wilde natuurlijk op een gegeven moment wilde die investeren in het landleger. Want hij zag van shit, dit gaat eigenlijk niet goed. Maar Willem III had vertrouwelingen in het Zeeuwse en het Hollandse bestuur gekregen. Mm-hmm. En Holland en Zeeland betaalden eigenlijk de grootste gedeelte aan de schatkist en hadden het meeste te zeggen. En die lagen dus dwars en die wilden dat defensiebudget niet verhogen. Dus ja dat was ook een soort intrige die zich afgespeeld heeft. Cornelis, hè, die was wel aanwezig bij de tocht naar Chatham. Ja. Wat een badass, hè? Hij scheen dat hij ook leed aan gewrichten, ingewrichten. Artrose? Ja. Dat hij daarom ook met een stok liep en moeilijk kon lopen. Maar hij was er inderdaad bij. Ja. Ja. Hij was admiraal, hè? Of hij was lid van de admiraliteit. Ja. Dat zou mooi kunnen zeggen. Mooi feitje is ook dat onder leiding van Michiel de Ruiter de Korps Mariniers opgericht was. En die hebben ook een rol gespeeld bij die tocht naar Chatham. Doordat ze dus vanaf de schepen ten eerste, er is geen zo'n grote ketting door de Theems te lopen. Ja, en die hebben ze onschadelijk gemaakt. En ze zijn natuurlijk aan boord van de Engelse schepen gegaan. En natuurlijk van het vlaggenschip van de Engelsen. Mm-hmm. Dus daar vindt de oorsprong van het Korps Mariniers zich. En dat vieren ze nog steeds zo. Dus dat is wel grappig. Nou, dat is wel vet. Ja. Ja, verdorie. Zijn we eigenlijk om. Ja, weet je, er is zoveel informatie, maar als ik dat allemaal ga spammen naar jullie, dan zijn jullie de weg kwijt als jullie dat nu al niet zijn. Ja. Maar het is dus Jon de Wit die aan de macht komt, die probeert Willem de Derde eigenlijk buiten te sluiten. Met zijn politiek
speelt hij eigenlijk de Engelsen en de Fransen tegen elkaar uit. En die, op een gegeven moment zijn die het zat. En die gaan samenwerken samen met de bisdommen van Münster en Keulen. En die vallen de Republiek aan, waardoor hij daar de schuld van krijgt. En uiteindelijk zullen zij, Johan en Cornelis de Wittes, bruut vermoord worden. Ja, ze worden gelinst. Hey, even nog iets anders. Als je interesse hebt om nog iets meer te weten te komen over die tocht naar Chatham. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft dat, die boeg, ja, of hoe je het ook noemt, ik ben de naam even kwijt. Die heeft dat daar staan, ja, dus je kan hem echt zien. Daarnaast hebben ze ook nog, een tapijt van, of een hangmat van Cornelis de Witt hebben ze. Die bij zich had, ook tijdens de tocht van Chatham, waar hij dus in is wel echt heel leuk om te bekijken. Dus dat is ook wel een aanrader. Als je er weer meer over wil weten, ga vooral naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Hebben ze echt wel hele gave dingen daarover nog. Heel gaaf, ja. Ja. Er is nog één ding die we moeten vertellen, want de reden waarom Johan de Witt eigenlijk Frankrijk inruilde voor Engeland was het feit dat in Spanje Philips de Vierde uit mijn hoofd overleed. Waardoor eigenlijk Lodewijk de Veertiende vond dat hij recht had op Spanje, waardoor dat zou een te sterk machtsblok worden. Dus ja. Daardoor deed de Republiek samen met Engeland en Zweden de triple alliantie sluiten om de Franse agressie tegen te gaan. En Frankrijk werkte toen toch samen met Oostenrijk, toch? Ja. Wat dus eigenlijk voorheen juist een hele grote vijand was van elkaar. En ja. Dat het heel bijzonder was dat ze zichzelf zo omdraaiden. Precies. En uiteindelijk zie je dus dat hem in zijn kont zal bijten. Oké, dat is al een heel verhaal. Mooi man. Ja, ik vind het altijd wel leuk om te lezen en te horen over de gebroeders de Witte. Want het is toch een soort van politieke moord die ons nog steeds bezighoudt hier in de Nederlanden. Ja, zeker. Ja, ik stel voor dat we volgende week gewoon een moord zelf behandelen. Ja, dat lijkt me leuk, wilde ik zeggen, maar interessant. Ja. Zeker. Zeker, ja. Ik heb hier mijn scriptie over gedaan. Ja, dat klopt. Dat weet ik. Dat is gaaf man. Dus, daar kan jij er wel redelijk wat over vertellen ook. Ja. Nice. Mocht je trouwens meer informatie willen, ik heb hier ook een tweedelig artikel over geschreven op mijn website. Oh. Dus daar zou je ook nog eventueel kunnen kijken. Kunnen de link wel via Twitter delen. Maar goed, dan zijn we al een beetje aan het einde gekomen, denk ik, van dit relaas. Het relaas. Ja. Van de raadspension. Nee, leuk man. Ja, dan zitten we in Dordt en dan luisteren we naar het verhaal van Johannes Cornelis de Witt. Ja, ja. Maar dan moeten we alweer af gaan ronden, jongen. Ja. Hebben we nog een mooie... Want we hebben vandaag er niet voor gekozen om 3 vragen aan elkaar te doen. Maar we hebben wel een keer een vraag voor onze luisteraars. Ja, dus, zeker. Paul bij de spits af, zou ik zeggen. Ja. Ik zit even te kijken, want ik had wel wat... ik heb een leuk. Oké. Het gaat om de Eerste Wereldoorlog. Er is een dier. En ik zal niet vertellen wel, want dat is de quizvraag eigenlijk. Wel, wat voor dier is dat? En het dier heet Cher Ami. En die heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog het Franse Oorlogskruis gekregen. De vraag is dus aan jullie. Wat voor dier was het? En waarvoor heeft hij dat Oorlogskruis gekregen? Dus eigenlijk 2 vragen in 1. Dat is niet helemaal RTTI correct natuurlijk. Ja. Nee, maar leuk. Ik ben benieuwd. Ik hoop ook dat we weer een keer reacties krijgen of... Stuur even een berichtje via Twitter of via Instagram. Doe het gewoon. Ja. Even leuk. Vinden wij leuk. Reageren we zeker op. Heel 100%. 100%. Dus bedankt weer voor het luisteren eigenlijk. Ja, ja dan... Het is een korte podcast eigenlijk. Ja, mag ook wel een keertje, toch? Ja, toch? Ja. Ja. Nou. Vind je het vervelend, stuur dan ook een berichtje. Ja, mag je ook wel zeggen. Dus, Je langer dan zo luisteren, natuurlijk. Maar we hebben genoeg afleveringen voor jou om te luisteren. En ga vooral naar Spotify en zoek ons op. Er staan nog veel meer afleveringen. Ja, dus. We hadden nog wel beloofd natuurlijk een interview met onze Army Buddy. Ja, dat is helaas niet gelukt. Nog niet. Nog niet. En we houden het... Ik had het in de planning staan, maar druk, hè. Druk. Dus het is niet gelukt om dat te doen. Maar die houden jullie nog te goed van ons. Zo simpel is het. Ja. Toch? Ja, zeker. Oké. Nou, dan is het nu tijd voor afscheid. Ja, vaarwel. Vaarwel en tot volgende week. Volgende week.